Als je denkt aan wiet, criminaliteit, het platteland en Hollandse nuchterheid. We hebben wapens nodig, Pepijn. Ja, voor als de Jugo's komen. Ze gaan komen en dit is te weinig. Rinus, ik vind jou een prima vent, maar hier ben jij niet voor gemaakt. Mondje open, ap. Het is toch echt alsof we er weer een kleintje bij hebben. Vraag jij je wel eens af waarvoor we dit allemaal nog doen? Het is de verkeerde vraag. Het is voor wie? Ik wil geen geheimen. Je mag alles weten. Geen gefuck met criminelen en zo. Check. Fuck, jongen. We zijn zo de Sjaak. Pa, wat is er gebeurd? Ah, man, je moeder. Dit vat het vrij goed samen, Marcel. Het is vet, het is hard, het is ook grappig. Dus wat is het uiteindelijk? Kijken we naar misdaad, kijken we naar een comedy? Wat is het? Ja, het is eigenlijk gewoon een comedy, vind ik. Black comedy in de wereld van de misdaad, van de wiet. Maar het is vooral een comedy, vind ik. En een huiselijk drama ook. Het gaat heel veel huiselijke ruzies. Terwijl ze ondertussen mensen onder schot houden. Dat is het leuke aan deze serie. Dana, ik zie jou de hele tijd, begin ik eigenlijk bij het vorige gesprek al. Wat gaat over relaties die in de soep lopen? Omdat jij denkt, oh, maar daar leven die scripts van mij. Die zijn daar, die worden fantastisch daardoor. Ja, nee, en ook in Hollands Hoofd heb je echt de huiselijke ruzies. Waar Marcel het net over had. Die zijn eigenlijk het allerleukst. Want er is altijd iets heel ergs aan de hand en dan zitten ze de afwas te doen en dan hebben ze iemand inderdaad onder schot of ze moeten iets vreselijks doen en dan ondertussen moeten ze afwassen of de kinderen naar bed brengen. Het is altijd een toestand in ieder geval. Ja, die combinatie maakt het natuurlijk zo goed. Een fantastische rol speelt jouw vrouw. Laten we heel even gaan kijken. Ben je verdomme weer lekker bezig. Oh, moet het weer op die toon. Wat moet jij zeggen? Ik ben levensgevaarlijk, man, met dat geweer. Hij wil weglopen, hè? Vind je het gek? Komt er eentje met een kanon op iemand af, zeg. Kan je nou niet gewoon eens één keertje gewoon normaal doen? Ja, lekker normaal. Zoals jij, hè? Nee, gewoon één keertje dat je gewoon een keertje nadenkt. Moet ik gewoon een beetje toekijken hoe je alles aan gort draait hier? Je kan ook gewoon een keertje dankjewel zeggen, hè? Dank je wat? Dankjewel. Dankjewel, Machteld. Julie, dit lijkt me eigenlijk meer werk voor jou, toch? Dat was zeker minachtig. Chris, jij bent een nieuwkomer in deze serie. Ja. Je hebt een leuke rol te pakken. Omschrijf hem eens. Wauw. Ik speel de rol van Rinus. Ja. In één woord omschreven als neo-hippie. Ja. Je moet het voorstellen als de tegenpool van Fokke. De rol die Marcel speelt. In bijna alles. Hij komt binnen en denkt op een totaal andere manier dan Fokke. Het is zo'n ondernemer 2.0. Iemand die een hele holistische aanpak heeft. Wel heel succesvol is. Continu met nieuwe ideeën komt, ziet mogelijkheden, wil dat ondernemen, wil ermee aan de slag. Maar hij is eigenlijk iemand die daarmee in de wereld van Fokke enorm veel chaos veroorzaakt. Nou heb ik begrepen dat bij het lezen van de scripts iemand die rol zag en moest denken aan jouw broer Kees. Dat is... dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Ik werd gecast voor deze rol. En dat was natuurlijk een feest, want je wordt gecast voor Hollands Hoop. Ja. Het is een ongelooflijk mooie serie met een geweldige cast. En daarna als regisseur. Dus je bent euforisch. Toen hadden we de eerste of de tweede lezing, waarbij we de scripts doornemen en een soort van repeteren. En na die lezing... vertelt Dana volgens mij van, ja, het is wel grappig dat... zal ik je wat vertellen over de casting director die uiteindelijk de casting deed. Die las dat script en die moest dus denken aan jouw broer. Ik zeg, maar hoe kent ze mijn broer dan? Ze had mijn broer ooit met mij ontmoet ergens. En Kees die heeft eigenlijk min of meer wel de omschrijving van Rinus. Maar ja, Kees is geen acteur. Dus toen dacht zij van, misschien is het interessant om Chris te laten casten. Want die kent Kees natuurlijk heel goed. Dus dan kan hij, dit is een mooie foto van hem. Dan kan hij misschien dat invoelen. Nou, het is niet zo dat ik natuurlijk volledig Kees kopieer, maar hij dient wel als inspiratie voor deze rol. Ja. Wat fantastisch. Ja, we hebben beeld van jullie, dat jullie samen in gesprek gaan. Doe je mee? Nee, ik doe zelf niet aan drugs. Drugs? Dat moet je ruimer zien, Fokke. We roken allebei gedroogde blaadjes. Jij van de Nicotiana tabacum en ik van de Cannabis sativa. En de rook van jouw plant veroorzaakt kanker en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. En is legaal. En die van mij verruimt de geest en is potentieel geneeskrachtig. En die is illegaal. En weet je hoe dat komt? De kerk. Fokke.
de kerk. Nou, Carola. Ja. Nou, dit vindt Rieders, maar vindt Chris dit ook? Dit vindt... nou, de kerk niet zozeer. Alleen, maar ik vind wel, als je het mij vraagt over de legalisering van cannabis, dan deel ik die volledige mening met Rinus wel, ja. Dat gaat zich ontvouwen in de serie. Maar ja, daar zit ik wel op één lijn. Kees trouwens ook. Mevrouw Gouten, hoe kijkt u naar zo'n serie? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb wel stukjes gezien, maar ik heb niet de hele serie gezien. Ik heb niet zo heel veel tijd om televisie te kijken, sorry. Maar ja, ik bedoel, volgens mij is dat gewoon echt wel een hele spannende serie. En de combinatie van de humor die erin zit, en dat maakt het natuurlijk zo atypisch. Want normaal heb je thrillers waar iedereen alleen maar in de spanning zit. Maar op een of andere manier relativeert het heel erg of zo. Alsof het ook bijna de humor er weer erin zit. En ik ken niet veel series die dat in zich hebben. Nee. Dus. Als we heel even bij de wiet en de cannabis blijven hangen. Ja. Vindt de regisseur ook dat het gelegaliseerd zou moeten worden? Nou, ja, zeker. Maar ik verbaas me wel altijd over het feit dat je in een vliegtuig in kan stappen met de oxycepam, bijvoorbeeld. En dat je geen wietolie mee mag nemen. Dat is totaal bizar. Ja, want is dat iets wat jij gebruikt, wietolie? Ja. Ja. Maar dat moet iedereen zelf weten. Ik slaap er echt heel goed op. Wat doe je met wietolie? Daar word je rustig van. Of daar kan je van gaan slapen. Maar het is, je kan het voor allerlei dingen gebruiken. Het is gewoon eigenlijk... dat moet iedereen zelf ontdekken. Maar het is een heel krachtig geneesmiddel. En, was jij een blauwe vroeger? Nee, nooit. Nee? Roel? Nee. Ik heb een blootje gerookt, ja. Ja, maar op een gegeven moment was ik ook weer helemaal klaar mee. Ik werd alleen maar melig en hongerig. En, kebab. Ja, kebab in de nacht. Met je Sherman. Ja, Sherman. Ja. Maar het gaat niet verder dan die jointjes. Ja. Maar die olie bijvoorbeeld is een voorbeeld. Er zijn zoveel andere producten die juist door die plant enorm van dienst kunnen zijn. Medicinaal. En het gekke is dus, en dat is echt... in Nederland hadden wij ooit een voorsprong. Ja. Door ons gedoogbeleid. Maar als je naar Uruguay gaat en Canada en de Verenigde Staten... zijn ze inmiddels veel verder in die legalisering. Is er een legalisering geweest? Niet in alle staten, maar in een aantal staten, bijvoorbeeld in Amerika. En dat heeft zoveel positieve resultaten opgeleverd voor die samenleving... dat het eigenlijk echt van de gekke is dat het in Nederland nog niet gebeurt. Terwijl we een voorsprong hadden. En terwijl het, denk ik, eigenlijk voor onze samenleving... ook economisch gezien interessant kan zijn. En zelfs ook voor de boeren in Nederland. Zeker voor de boeren. Dat wordt voor de achterban heel ingewikkeld voor de boeren, inderdaad. Nou zit er ook wel een keerzijde aan deze wiet. Handel en criminaliteit, namelijk een vrij harde geweldskant. Ja. Die zit ook vrij aardig in de serie trouwens. Ja, je krijgt alle aspecten. Ik weet echt niks van het praat. Van help! Marcel, het is de laatste serie, dat weten jullie nu al. Hoe erg is dat? Ik dacht dat je iets ging vragen over die bedrijfsongevallen. Maar ik vind het heel jammer aan de ene kant. Want je mag van geluk spreken als je zo'n rol mag spelen. Ja. Überhaupt in je leven. 3 seizoenen lang zo'n gelaagde rol waar zoveel in zit. Wat zo mooi geschreven is door Frankie Ribbes... De man van Dana. Ja. Dus we weten ook waar die scènes vandaan komen, hè? Ja. Dus dat is fantastisch om te mogen doen. En dat vind ik jammer dat stopt. Maar ik vind het voor de serie goed dat het stopt. Ik denk, leave them eager. Je kan beter zelf op tijd stoppen en dat mensen zeggen van... doe nog. En dat je zegt, nee, doe me niet. Dat is veel fijner. Dat is wel cooler. We hebben het nu wel gezien. Op het moment dat de neo-hippie binnenkwam, was het over, Chris. Maar dan heb ik toch wel het mooiste seizoen meegemaakt. Ja. je hebt nu allerlei comebacks natuurlijk. Dat is nu, ik geloof dat de cast van, wat was het, van Friends of zo... weer bij elkaar zou gaan komen. Dus over een aantal jaar hebben jullie natuurlijk gewoon een hele grote... Precies, met de rollator. Ja. Daarna vind je het ook vreemd dat je zo'n realistische serie maakt eigenlijk. Dat dit voelt zo ver van je bedshow, maar dit is natuurlijk...
natuurlijk wat er ook echt gebeurt. Jawel, maar het is natuurlijk niet realistisch. Het is natuurlijk nou, wel larger dan life. De emoties zijn realistisch. En dat is wat de mensen onderling meemaken. Maar de situatie in Nederland hartstikke groot. Ja, maar, absoluut. Maar wij schieten wel echt wel uit de bocht erin. Wij maken wel... Kijk, het is wel echt een black comedy. Dus we maken de wereld wel groter dan het is. En hij is ook verkocht bijvoorbeeld aan Australië. Wat ik heel leuk vond, wat ze daar hadden gedaan. Dat hadden ze een trailer gemaakt. En daar zeiden ze... If Breaking Bad en Fargo had a love child... Hollands Hoop. Weet je, dan denk ik van Hollands, ja... Het heet daar Hollands Hoop. Ja, Hollands Hoop. Okay. En dan denk ik van ja, dat is het, weet je wel. Het is wel echt gewoon een fijne serie die groot uitpakt. En met grote dingen. En natuurlijk is het geweld, is ook echt. Maar het is wel larger than life. En altijd met een knipoog. En we proberen altijd de lach te zoeken. Hoe erg het ook wordt, dus... Even later probeer ik dat je weer gaat lachen. Heb je een nieuwe zwarte komedie al ergens liggen? Het vervolg op Hollands Hoop op een hele ander terrein. Nee, nog niet, nog niet. Oh. Nee. Luister nog even de podcast van Roel. Ja. Er zit wel inspiratie in, Roel. Ja. Dank jullie wel. We gaan de derde seizoen kijken. Van Hollands Hoop is vanaf zondag te zien op NPO 3 om 9:05. Kwart over acht. Kwart over acht, excuus. Kwart over acht. Roel, en mag plaatsnemen achter de piano.